710 euro voor een eenpersoons studio van 28 vierkante meter. Dat wordt de prijs voor een nieuw appartement in het Willemskwartier. Bewoners zijn allesbehalve blij over deze hoge prijzen. Buurtbewoner Rifki Holla uit zijn onvrede namens de wijk. Ja, in 2015 hadden wij een actie gestart samen met Giselle Schellekes van de Partij van de Arbeid over de huurhuizen die hier achter ziet staan. Toen zijn we in gesprek gegaan met wethouder Bert Veldhuis over lage betaalbare huurprijs voor jongeren uit de buurt. Oktober tot de periode december 2015, toen zijn we naar de wethouder toe gegaan. En ook toen had de wethouder beloofd op camera notabene van ik ga met Stuart in gesprek om eventueel een goedkope betaalbare huurwoning voor jongeren uit de wijk te realiseren. Maar helaas, in de tussentijd van 2015 tot 2017 heb ik niks meer vernomen van de wethouder over lage betaalbare huurprijzen. Dus ja, dat vind ik wel jammer in principe dat we geen reactie van de wethouder hebben gekregen. PvdA-raadslid Giselle Schellekens vindt het zonde dat zowel jongeren als statushouders nu niet meer zomaar terecht kunnen in het Willemskwartier. Ze geeft vooral wethouder Veldhuis de schuld van de hoge huurprijzen. Bert Veldhuis heeft in de Genestadlaan afgesproken met een ontwikkelaar dat daar goedkope woningen zouden komen. Eventueel dus ook woningen die geschikt zouden kunnen zijn voor statushouders. Maar die afspraken heeft hij niet schriftelijk vastgelegd. Met als gevolg dat er dus nu woningen komen die onbetaalbaar zijn voor zowel de jongeren uit het Willemskwartier als voor andere mensen met een kleinere portemonnee, waaronder de statushouders. Ik denk dat je als wethouder er goed aan doet om altijd afspraken op papier te zetten. Nou, we gaan sowieso weer in gesprek met wethouder Bert Veldhuis volgende week dinsdag. Op dat moment willen wij gewoon samen met hem tot een oplossing komen om richting Stuwel te gaan om eventueel een huurverlaging te kunnen krijgen. Ik heb nog geen reactie van Stuwel zelf ontvangen. Ik heb wel enkele krantartikelen gelezen over de huurprijzen en dat er ook een huurcommissie is en dergelijke. Maar van Stuwel zelf heb ik nog niks gehoord waarom de huurprijzen zo hoog zijn.